Goedemiddag, mijn naam is Joseph Aar. Vandaag kijken we een bijectie tussen verzamelingen. Als A en B verzamelingen zijn, dan is een functie f een afbeelding van A naar B. Dat is voor elke van A, dat een f van A bestaat, dan is een afbeelding. Dat is een bijectie als die functie zowel een injectie is als een surjectie. Kijk daarvoor naar de visie voor injectie en surjectie, wat dat betekent. Hier gaan we even uit wat een bijectie is. Dat betekent dat een functie zowel een injectie als een surjectie. Injectie betekende als f van A1 gelijk is aan f van A2. Ja, dat betekent dat A1 gelijk is aan A2. Dat betekent een surjectie. Als je een b neemt van b, voor elke b en van de b, er zit een a van f van a gelijk aan b is. Als je naar een verruiming kijkt, dat betekent in feite dat uit elk punt maar één pijl mag vertrekken voor een bijectie. En uit elk punt van b mag maar één pijl aankomen. Dus hier komt maar één pijl aan in b en uit elk punt van a vertrekt maar één pijl, dan heb je een bijectie. Ja. Het gevolg van is dat het element van a gelijk aan het element van b. Hier heb je allebei drie elementen, kan dus een bijectie maken. Je merkt dus dat elk punt van a vertrekt juist één pijl, dus elk punt van b komt juist één pijl aan. Dat is een bijectie. Ja, dat is dus injectief en surjectief samen. Kijk voor meer informatie naar de visie over injectief en surjectief om te weten wat dat betekent. Hier heb je dus een injectieve en surjectieve afbeelding, dat noemen we een bijectie. Ja. Eerste voorbeeld er, f van r naar r, domein r, beeld r, x op 2x. Is dat een bijectie? We gaan kijken, we gaan eerst de injectie bekijken. Namelijk, als f van x1 gelijk is aan f van x2, of f van a1 is f van a2, dus 2a1 is 2a1, is dan a1 gelijk aan a2? Ja, je kunt ze delen door 2 en gelijk. Zijn die surjectief? Ja? We nemen een i die gelijk aan 2x is, kun je dan een x vinden, namelijk dan x is dan gelijk aan 2i2, want 2 keer x is dan i. Dat is dus een bijectie. Een bijectie. Dus een bijectief verband. Nu hier, in dit tweede geval, van 0,1 naar 0,1, ja, je hebt twee domeinen, ja, x wordt afgebeeld op x plus 1. Dit is geen bijectie. Ja, waarom? Wel, we gaan kijken naar het punt 0 element van b. De b is hier dus de verzameling 0,2, ja, de doelverzameling. Ja. Dat is dan een x element van 0,1, ja, zodanig dat x plus 1 gelijk aan 0 is. Wel, nee, dat moet x min 1 zijn. En min 1 behoort niet tot a, tot 0,1. Dus de surjectie is niet voldaan. Ja? Dus dat betekent dat dit geen bijectie is. Dus let op, je moet goed naar de domeinen kijken om te weten of het een bijectie is. Ja of nee. Hier heb je dat domeinen bij de voorgaande op 2 keer r. Wat zijn de meest gebruikte voorbeelden van bijecties? Wel, er is een bijectie tussen een recht en r. Op een recht kun je allerlei punten tekenen. En elk punt is een getal op waarde r. Dus elk punt op een recht komt overeen met een waarde r. En elke waarde op r komt overeen met één punt op de rechte. Ja? Met de getal als. Ook een voorbeeld. Ja? R is dus bijectief, betekent dat met elke recht. Je kunt elke rechte punten tekenen en die punten kun je dan bijectief maken met r. Ook r kwadraat en pi zijn bijectief. Pi is het vlak. Op een vlak kun je punten tekenen. Als je een orthogonaal asetal kiest met x en y, kun je een punt kiezen en dat punt is een coördinaten AB. Die punten zijn dan bijectief met de waarde AB van R2. AB is een waarde in R2. Dus elk koppel getallen komt overeen met één punt op het vlak. En elk punt op het vlak komt overeen met één koppel getal in R2. Ook voor, ja, dus elk punt in het vlak komt overeen met één. Ook in de rechten, elk punt op de rechten komt overeen met één punt in R. In waarin R, elk waarde in R komt overeen met één rechten. Dat is een bijectief, zowel een afbeelding injectief als surjectief is. Dank voor de aandacht, de volgende keer.